Ja, het is inmiddels uitgegroeid tot een hoofdpijndossier voor politici en inwoners van Beuningen, het zandtransport. Het winnen van zand bij de Beuningsplas moet voor de gemeente Beuningen een bron van inkomsten worden, waarbij de gemeente ook nog een mooie recreatieplas erover zou houden. Maar de praktijk blijkt anders. Een onteigeningsproces dat jarenlang aanhoudt volgt. En de voorbereiding rondom de zandwinning kost de gemeente bijna 33 miljoen. Voornamelijk de grondverwervingskosten lopen uit en bovendien is de waarde van zand door de financiële crisis amper gestegen. De perikelen rond het zandtransport in Beuningen is al jaren een pijnlijk onderwerp voor politici en bewoners van Beuningen. Wat begon als een plan dat de gemeente veel geld moest opleveren en een mooie recreatieplas, eindigde in een bureaucratische rompslomp en een verlies van 24 miljoen euro. Het zand zou in eerste instantie per vrachtwagen worden vervoerd, tot onvrede van de gemeente Nijmegen. De vervoering van het zand door vrachtwagens zou te veel overlast veroorzaken. Bij het zoeken naar alternatieve vervoersmiddelen werd de mogelijkheid bekeken om een transportband aan te leggen. Deze optie zou het project 5 tot 6 miljoen euro extra kosten. Maar dat zou kunnen worden terugverdiend met extra zandwinning. 3 jaar later ziet Nijmegen toch af van de transportband. Te veel bedrijven zouden zich hebben uitgesproken tegenover de gevolgen van zo'n band, waaronder trillingen en stofvorming. Nu worden er waarschijnlijk toch vrachtwagens ingezet die 16 jaar lang af en aan moeten rijden. Ja, en bij ons is aangeschoven wethouder van Beuningen Piet de Klein en fractievoorzitter van GroenLinks Frans Hoebe. Welkom. We noemen het een hoofdpijndossier. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Begin ik even bij Piet de Klein. Oh ja, nou ja, een hoofdpijndossier. Het is natuurlijk een dossier wat natuurlijk al heel veel tijd en energie is besteed, maar ook heel veel woorden overal zijn gezegd. Ik heb het dossier sinds 2010 in behandeling. En het heeft af en toe wel eens een paracetamolletje gekost, ja, om problemen op te lossen die in die loop der jaren zijn ontstaan. Ja. Ja. En is het dan ook, als u weet dat het weer op de planning staat om bijvoorbeeld in de Beuningse gemeenteraad besproken te worden, dat u denkt, oh, daar gaan we weer? Nee. Want zo gaan we in Beuningen niet met elkaar om. We zijn altijd heel open en transparant met elkaar in gesprek. Zaken worden benoemd zoals ook benoemd moeten worden. En wat dat betreft is de gemeenteraad van Beuningen natuurlijk, ze is heel kritisch, terecht. En ze is ook heel controlerend naar het college toe. Dat is ook hun rol en dat doen ze ook prima. Maar het gaat, wat ik net zeg, het gaat om alle openheid en transparantie. En wat dat betreft, we hebben ook gezamenlijk één doel natuurlijk. Dat Beuningen hierdoor gehad heeft de afgelopen jaren nog niet groter gaat worden. Als we niet op tijd kunnen beginnen, zeg maar straks met de zandwinning. Frans Hoebe, ik hoor mooie complimenten. Nou ja, samenwerking, dat doen we in Beuningen met bijna alle politieke partijen natuurlijk. Bijna altijd, bijna op alle dossiers. Maar de Beuningse plas, de zandwinning, is wel een hoofdpijndossier. En eigenlijk al sinds de jaren 90 van de vorige eeuw, toen de gemeente Beuningen besloten heeft om die plas zelf te gaan ontwikkelen. En dit jaar werd het eigenlijk voor de politiek in Beuningen nog een groter probleem. Toen bleek dat de transportband niet doorging. Dat er toch een afvoer met vrachtwagens zou plaatsvinden. En ook nog bleek dat daarvoor 4 miljoen extra nodig was ten opzichte van het verleden. En voor de Beuningse oppositie was eigenlijk de maat vol in het begin van dit jaar. Toen bleek dat van die 4 miljoen stond in het collegevoorstel dat 2/3 betaald zou worden door de gemeente Nijmegen en door de provincie. En nog voor de raadsvergadering die daarover ging plaats had gevonden, bleek al dat de provincie en de gemeente Nijmegen niet van plan waren om daaraan mee te betalen. En toen is door de oppositie een motie van wantrouwen ingediend. Die heeft het niet gehaald. Maar het was wel een duidelijk signaal. Maar dat was wel een duidelijk signaal. En natuurlijk, die hele zandwinning heeft ook bij de verkiezingen een behoorlijk grote rol gespeeld. En heeft dat duidelijke signaal dan nog invloed gehad voor u op de rest van het jaar? Nou, in die zin invloed gehad. Het is wel even natuurlijk. Was voor mij ook de eerste keer dat het net overkwam, hè, dat je zo'n motie krijgt. Je overleeft hem dan, zoals ze dat dan in de politiek noemen. Hè, omdat er geen meerderheid in de raad was die daar achter stond. Verder is het niet van invloed geweest, hè, op de manier van handelen of de koers, zeg maar, die we als bestuur zijn gevaren om toch de oplossing te vinden die we nu gevonden hebben. En meneer Frans Hoebe zegt terecht, het kost ons nog weer eens een keer 4 miljoen extra, maar het is wel een gevolg van het feit
dat er toch een buurgemeente is geweest die drie keer gevraagd heeft om een andere oplossing te zoeken. Hebben we ook keurig netjes gedaan, maar wel met de grote financiële gevolgen. Nou, die pijn is allemaal over. We zijn goed in gesprek geweest, ook met Nijmegen. We hebben goede oplossingen gevonden. En een gezamenlijke raadsvergadering gehad in het voorjaar? Een gezamenlijke raadsvergadering gehad, waarin zeg maar, heel, vooral technisch, hè, alle raadsleden zijn meegenomen over hoe is het een en ander nu ontstaan. Wat Frans ook zegt, hè, want het begint ergens in 1990, begint het al het hele dossier. Ja, dan is het soms goed om even terug te kijken en eens even te laten zien wat is er allemaal gebeurd. Waarom zijn dingen gegaan zoals ze gegaan zijn? Ik denk dat is ook soms ook eens even goed. En wat maakt het nu dat je nu handelt zoals je nu handelt? Dus wat maakt het nu dat er nu inderdaad gewoon sprake is van afvoer van het zand middels vrachtwagens richting het kanaal zeg maar, van de gemeente Nijmegen? Ja, want in hoeverre is het zeker dat in 2020 de vrachtwagens echt gaan rijden? Nou ja, we zijn nu zover dat we de vergunning aan het voorbereiden zijn. Hè, en de wijziging van het bestemmingsplan, dat is op een HANA is dat klaar. Dus al begin januari zal dat in procedure worden gebracht. Nou, als dat allemaal goed wil lopen, dan zijn we ergens september, oktober kunnen we dan de vergunningen verlenen en het bestemmingsplan vaststellen. En dan kan er op 1 januari 2020 gestart worden. Het kan ook zo natuurlijk zijn dat er formele procedures aangespannen worden die misschien wat langer laten duren. Maar we hebben een soort coördinatiebesluit genomen, waardoor alle vergunningen, maar ook het bestemmingsplan, in één keer allemaal worden aangeboden en ook in één keer dat daar dan zienswijze of straks eventueel bezwaar en beroep tegen aangetekend worden, waardoor termijnen korter worden. Dus we dan maximaal 6 maanden verder zijn als de Raad van State dan eventueel een uitspraak. Dus voor 1 januari 2020. Mm-hmm. Ja. Ik zag u net een paar keer glimlachen. Nou, voor u 1 januari 2020 haalbaar? Nou ja, ik denk dat heel belangrijk is dat de schade voor de gemeente Beuningen en haar inwoners zoveel mogelijk beperkt wordt. En dat we ook aan het einde een mooie recreatieplas hebben met met behoorlijk wat natuur ook aan de oevers. Het blijft natuurlijk toch steeds een risico dat die datum van 1 januari 2020 niet gehaald wordt. En zoals de wethouder al aangaf, er is voor gekozen om een coördinatiebesluit te nemen. Maar daar zijn natuurlijk wel weer risico's aan gebonden. Er hoeft maar iets fout te gaan in een van al die procedures. Of je komt al waarschijnlijk in grote tijdsnood. Maar ja, daar zullen we vooralsnog niet van uitgaan. En we hopen wel dat die datum gehaald wordt. Er zitten alleen wel, denk ik, nog een aantal pijnpunten in het dossier. Ik denk dat goed gekeken ook moet worden naar de belangen van de inwoners van Neerbos Oosterstad, geloof ik. Het voormalige kinderdorp, ja. Die grenzen daar vlak aan. Daarnaast heb je de bewoners van de Jonkerstraat in Weurt die al die vrachtwagens achter de voordeur krijgen. Ik denk dat het heel wat waard zou moeten zijn om die bewoners ook tegemoet te komen, zodat je voorkomt dat vanuit die bewoners ook procedures gestart worden. En een heel cruciaal punt voor GroenLinks in ieder geval is dat ook heel goed gekeken nog wordt naar de verkeersafwikkeling. Want al die vrachtwagens die kruisen natuurlijk ander verkeer en dat moet wel op een hele veilige manier gebeuren. Het is 16 jaar lang, 5 of 6 dagen per week, dus dat moet wel veilig. We gaan het er in 2019 nog vaker over hebben, denk ik zo. Bedankt. Dank je wel.